De resten van de wedstrijd tegen Sparta worden opgeruimd, want het is tijd voor Champions League. En dat betekent alles op de millimeter, alles op de minuut. En dus begint er om precies 12:15 een persconferentie waarin aanvoerder Timmy Simons uitlegt wat de doelstelling is van PSV in de Champions League. Ik hoop dat we ook dit jaar terug goede resultaten kunnen boeken. En ja, de ambitie blijft dezelfde. Dat is de volgende ronde halen. Stevens en zijn staf hebben Atletico Madrid te uit en te na bekeken. En weten dus precies waar de kwaliteiten liggen van de Spanjaarden. Atletico is een hele degelijke ploeg die meerdere manieren kan spelen. Ze kunnen compact de counter spelen, maar ze kunnen ook de pressing hanteren. Dat hebben ze ook in bepaalde wedstrijden gedaan. Maar ik ga ervan uit dat ze morgen misschien toch iets meer leunend spelen en een snelle omschakeling zullen hebben en ons daarmee proberen te verrassen. Nou, dan is het aan ons om daar het juiste antwoord aan te geven. Dat antwoord komt morgenavond en was voor ons in ieder geval niet zichtbaar tijdens de training. Na een kwartier moesten de camera's uit. Daarna werd er vooral gesproken met hier bijvoorbeeld Philip Cocu en Ernest Faber. Die nieuw zijn in het trainersvak, maar routine hebben op het gebied van de Champions League. Een podium dat voor Nordin Amrabat helemaal nieuw is. Ja, je merkt wel dat het specialer is. Kijk, al die camera's, veel meer media-aandacht. Tuurlijk, het is wel de Champions League. Maar ja, je moet het gewoon beleven als een normale wedstrijd. Ik wil altijd winnen en ik ga me niet speciaal voorbereiden. Ja, hoe ik het altijd doe. Maar voelt het van binnen misschien anders? Het is toch een ander podium? Nou, nu nog niet. Maar ik denk als je morgen hier naartoe komt en je ziet de spelers en ja, ik denk dat het wel dan iets anders is, maar op dit moment voel ik me gewoon net zo normaal. Is het misschien wel een voordeel? Dat ze onbevangen, wars van alle druk die er omheen hangt, kunnen spelen? Ja, maar die druk die is er altijd. Die jongens moeten toch een fantastisch iets zijn om een Champions League wedstrijd te kunnen spelen tegen een goede tegenstander. En daar moeten ze lering van trekken. En natuurlijk wil je dan ook nog een goed resultaat. Dat is toch duidelijk. Morgenavond 9:15 begint de wedstrijd, stipt op tijd. En Timmy Simons wijst zijn trainer nog even op de vertrektijd van de bus.